Aan de kust van Noord-Holland ligt de gemeente Castricum. Het is een landelijke gemeente met circa 35.000 inwoners. Het huidige Castricum is in 2002 ontstaan uit een fusie van drie gemeenten. Castricum, Limmen en Akersloot. Het eiland De Woude en de kern Bakkum behoren ook tot de nieuwe gemeente. De gemeentegrens ziet er sindsdien zo uit. De totale oppervlakte van de gemeente bedraagt zo'n 6.000 hectare. De dorpskernen hebben één ding gemeen. Ze hebben een landelijk karakter en het zijn van oorsprong agrarische gemeenten. Enkele tuindershuisjes uit de laatste en voorlaatste eeuw zijn hiervan stille getuigen. Deze kaart van het vroegere Castricum dateert uit 1737. De naam Heerlijkheid staat voor de bestuursvorm van het toenmalige Castricum. Het was ook een statussymbool. In dit geval van meester Lieve Geelvink, die toen heer van Castricum en burgemeester van Amsterdam was. Tegenwoordig gebruikt de gemeente de naam Heerlijkheid vooral het mooiste dat Castricum te bieden heeft. Het gaat dan om alles wat het wonen, werken en recreëren in Castricum aantrekkelijk maakt en waarmee de gemeente zich onderscheidt van andere gemeenten. We gaan kennis maken met de verschillende kernen van de gemeente, te beginnen met Limmen. In Limmen worden van oudsher vele bloembollengewassen verbouwd. In het voorjaar is Limmen net een levend schilderij. Traditiegetrouw worden in april de bloemendagen gehouden. Daarbij speelt deze bloem, de hyacint, de hoofdrol. Van de hyacintenbloemetjes worden prachtige mozaïeken gemaakt. Hierin worden vele uren gestoken en er komen veel mensenhanden aan te pas. Het mooiste mozaïek wordt beloond met een prijs. De Hortusboelborum is het grootste buitenbloembollenmuseum ter wereld. Er bevinden zich zo'n 1400 soorten historische bolgewassen. Het is van maart tot en met mei voor het publiek geopend. De oudste tulpsoort, de Duc van Tol Red en Yellow, dateert van 1595. Akersloot bestaat uit twee kernen, Akersloot zelf en het eiland De Woude. Ze worden gescheiden door het Alkmaarmeer. Dit meer is 1000 hectare groot en daarmee het grootste binnenmeer van Noord-Holland. Daar waar het meer uitmondt in het Noord-Hollands Kanaal, vaart een veerpont om bewoners van het ene deel naar het andere deel van het vasteland te brengen. Het Alkmaarmeer biedt goede recreatiemogelijkheden. Op zomerse dagen wordt er veel gevist, gezeild, gesurfd en gezwommen. En de jachthavens in Akersloot vormen een ideale uitvalsbasis voor een dagje uit op het water. In Akersloot staan nog enkele historische molens. Deze, de Oude Knecht, doet nog steeds dienst als korenmolen. De Noordermolen dateert uit 1589. Hij werd vroeger gebruikt als watermolen om de polder tussen Limmen en Akersloot droog te houden. Het eiland De Woude is alleen bereikbaar met de pont. Het is de enige verbinding tussen het vasteland en het eiland. Als we op De Woude zijn aangekomen, lijkt het net alsof de tijd heeft stilgestaan. Castricum en Bakkum zijn vooral bekend om het strand en de duinen. Ze zijn populair bij toeristen. Alleen al het strand trekt jaarlijks zo'n 400.000 bezoekers. Het Noord-Hollands Duinreservaat bij Bakkum is het grootste aaneengesloten duingebied van Europa.
Het gebied is zeer geliefd bij fietsers en wandelaars vanwege zijn prachtige flora en fauna. De vele toeristen die Castricum bezoeken worden grotendeels opgevangen op de 9 gewone campings en de 8 boerencampings. De campings Bakkum en Geversduin zijn vooral geliefd bij vakantiegangers uit ons eigen land. Wie behoefte heeft aan meer comfort kan altijd nog onderdak vinden bij een van de hotels, de Stay OK in Bakkum of de Bed & Breakfast accommodaties. Op de campings en in het centrum worden zomers diverse activiteiten voor toeristen georganiseerd. Een jaarlijkse toeristenmarkt is hiervan een voorbeeld. Als het alles een dag slecht weer is, is het altijd nog mogelijk om een bezoek te brengen aan het overdekte zwembad. Of aan een van de overdekte sportaccommodaties. Castricum heeft een uitstekende verbinding met de luchthaven Schiphol. Maar ook met steden als Alkmaar, Haarlem en Amsterdam. Dit laatste maakt de gemeente geliefd bij forensen. Dagelijks reizen vele Castricumers op en neer naar het werk. De gemeente Castricum doet er alles aan om haar groene buitengebied te behouden en te versterken. Het is een uniek natuurgebied dat een buffer vormt tussen de verstedelijkte gebieden ten noorden en ten zuiden van de gemeente. Men treft in dit gebied vele bijzondere vogelsoorten aan. U heeft kunnen zien dat de gemeente Castricum veel moois te bieden heeft, volop in beweging is en een bezoek meer dan waard is. We heten u dan ook van harte welkom in de heerlijkheid van Castricum.